horeca development. Dus we ontwikkelen horeca concepten zeg maar, in Nederland en in België. Doen we iets van 22 jaar inmiddels. Wij werken van binnen naar buiten. Dus we gaan eerst kijken van goh, wat zou op die locatie kunnen? Wat is de achtergrond van de opdrachtgever? Want gaat hij een hotel beginnen of gaat hij een restaurant of een cocktailbar beginnen? Dan wat is het aanbod in de omgeving? Hoe kunnen we onderscheidend zijn? Grootste valkuil voor horecaondernemers is door hun enthousiast ondernemerschap, want het is gewoon alleen maar positief natuurlijk, willen ze eigenlijk iedereen bedienen. Beginnen ze allemaal van, goh, we gaan op maandag open en we gaan dan ook nog ontbijt serveren. En dan 7 dagen in de week. En dan willen ze 's ochtends de moeder met kind, de lunch, zakelijke lunch, de borrel in de middag. Het restaurant in de avond en het liefst nog ook een clubfunctie tot laat, een aantal dagen in de week. Ja, dat gaat niet werken. Je moet gewoon met scherp schieten, niet met hagel. Op het moment zijn de sociale media, internet, mensen die over je praten. Kun je zelfs op de meest gekke plekken kun jij gewoon een goed restaurant plaatsen. Het vertelt zich wel door. Niet als het een heel algemeen restaurant is met een menukaart zoals 10 in de dozijn. Daar werkt het gewoon niet. Dus heel uitgesproken, je eigen publiek vinden. Dan zul je ook zien dat ze ook trouw blijven, organisch groeien. Koffielab UC staat voor Under Construction. Wij zitten zeg maar in een soort permanente beta-fase. We proberen hier ook constant mensen te prikkelen, doordat het interieur onderhevig is aan veranderingen. In principe ben ik geen horecaondernemer, adviseer horecaondernemers. Alleen, ik vind het in dit geval heel erg interessant om te zien van wat er gebeurt met bepaalde productgroepen of bepaalde nieuwe machines, werkwijzes. Wat voor effect dat heeft zeg maar, op de verkoop. Dat doen wij voor een aantal grote klanten, proberen we dat dus hier. Maar ook om zelf te ervaren dat of de aannames die je vaak hebt, of dat wel de juiste zijn. Je hebt aan de ene kant kwalitatieve horeca die echt gaat groeien. Dus dat betekent ondernemers die echt voor het vak gekozen hebben. Ook vaak met een universitaire opleiding, dat is ook weer iets nieuws. Dus die jongens die gewoon weten van dit wil ik doen, dit is mijn passie, hier ga ik mee verder. Die ook kunnen verschalen, dus die kunnen conceptmatig denken en meerdere zaken gaan openen. En aan de andere kant, aan de zachte horeca, of de zachte horeca, de horecabedrijven zeg maar, die overal oproepen. Omdat er mensen met talent en passie hun eigen winkeltje willen doen. En daardoor heel erg kijken naar wie ze zelf zijn. En daar het horecaconcept omheen bouwen. Waardoor ze dus heel erg geloofwaardig zijn, hun eigen klanten trekken en daar heel gelukkig in worden.